En vicepresident Ronnie Brunswijk heeft de werknemers van het Bakovenbedrijf FAI beloofd dat hij zich sterk zal maken voor verbetering van hun lonen. De werknemers vragen reeds lang om een loonsverhoging, ondanks er toezeggingen zijn gedaan. Is er nog niets van de grond gekomen. Er zijn werknemers bij FAI die 1400 en 1800 SRD per maand verdienen. Omdat de werknemers geen gehoor krijgen, hebben ze het werk neergelegd. En we vragen een loonsverhoging. En ik heb begrepen dat ze bereid zijn om 20% tot 40% te geven. Maar daarmee zullen we niet eens zijn. We willen graag een loonsverhoging van minimaal 100%. Want ons loon hier is helemaal, het is helemaal slecht. Mensen verdienen hier 1900. Kijk hier maar, 2100 zonder belasting, dus 2100 met belasting bedoel ik? Per maand. Per maand. Dan vragen we 2100 per maand. We vragen een loonsverhoging van minimaal 100%, zodat zo'n persoon toch in de buurt van 4000 komt. Hè? En we willen geen verhoging in groepjes ook. We willen een verhoging, een algemeen verhoging. Want die mensen, wat doen de mensen hier? Ze geven verhoging in klassen. Een groep krijgt 10%, andere krijgt 15%, andere krijgt 40%. Het is niet goed, we willen een algemeen verhoging. Bijvoorbeeld als het 100% wordt, dan moet het 100% voor ieder worden. Dat is het systeem. Vicepresident Brunswijk vindt de situatie heel ernstig. Het kan er bij hem niet in dat de arbeiders anno 2022 nog zo weinig verdienen. Hij beloofde deze kwestie voor te leggen aan de regering. Dan kijk ik dit aankaarten. De minister is ook daar. Dan zal de minister mij moeten uitleggen hoe hij deze probleem gaat oplossen. Dus ik heb gehoord. Ik verzoek jullie wel om weer te werken tot vrijdag. Dus uiterlijk vrijdag dat er een oplossing komt. Dus morgen kan ik vergaderen. Dan kan ik een nummer van iemand nemen, zodat ik kan zeggen wat de resultaat is van wat we hebben gezegd daar in de vergadering. Dus ik wil een beroep doen op jullie allemaal om door te werken tot vrijdag. Als er geen oplossing komt vrijdag, dan kunnen jullie maandag misschien weer. Maar ik denk dat er moet een oplossing komen, want wat ik hier heb gehoord, kijk zelf voor jullie pleiten, dat vooral die loonverhoging, natuurlijk, u zegt 100%, en ik ben eens met u, als je nu met 2000 naar de winkel gaat, kan je niet een hele maand leven toch? De vicepresident zegt dat hij ervoor zal pleiten dat de FAI-medewerkers minimaal 100% loonsverhoging krijgen.